te zeggen, zij was ook op het wereldkampioenschap in Brisbane, 16e allround. En dat was het eerste dat we van haar hoorden. U hebt het me al vaak horen zeggen, kijkers, deze Svetlana Kortina. Samen met Lilia Podkopajeva, zeker de elegantste turnster. Je zou het Podkopajeva niet aangeven, tot je haar natuurlijk op de grond aan het werk ziet. Maar kijk eens hier naar deze supergracieuze Svetlana Kortina. Een gehoekte Tsukahara, dat is een krachtig begin. En nu de voorwaartse reeks met volle schroef, die salto met een evenwichtsverlies. Maar let u nu vooral eens op de interpretatie van de muziek, ook naar de muziek zelf. En kijkt u dan vooral ook eens, kijkers, naar de beweging van de handen. Een serieuze kandidaat in elk geval voor Milosevic en Kochetkova. Ja, je kan duidelijk zien een balletachtergrond. Let je op armen, polsen en vooral de handen. Kijk eens aan. En nu de eindreeks. Oh nee, oh la la, dat moest een trippel salto geworden zijn. Ja, ja, volledig gedeconcentreerd. Ach, ach. Geen prijs voor Svetlana Kortina. Zij valt onherroepelijk naar de achtste en laatste plaats. Dat is zeker. Een half punt verlies, anders een score van 9-8-5. Misschien goed voor een tweede of een derde plaats. En nu, ja, moet het ergens iets zijn tussen 9-2 en 9-4, 9-3. Ja, als we maar een half punt aftrekken natuurlijk, want de startwaarde van de oefening is zeker 10 punten waard. En dit was de vierde van de vier finales. Eigenlijk hebben we tot nog toe weinig fouten gezien, weinig mislukkingen. Ik mag zelfs zeggen, geen mislukking, maar dit was er een van formaat. Svetlana Kortina. Ja, daar gebeurt het. Niet helemaal gedraaid, niet helemaal. Ja, hoe komt dan zoiets? En dan die val vooruit en dan die rol naar voor. Totaal nutteloos. En 9,35, kijk, normaal was het een score van 9,8.